Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In deze video ga ik je een aantal tips geven hoe je zowel geld kunt sparen als besparen. Sinds jongs af aan ben ik al aan het sparen geweest. Ik heb eigenlijk nooit echt moeite gehad met geld opzij zetten. Maar ik kan heel goed begrijpen dat het soms wel lastig kan zijn. Vandaar dat ik deze video ga maken. In deze video ga ik een aantal tips delen die voor mij werken. En hopelijk ook voor jou. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik te vertellen heb, kijk dan vooral verder. Het is natuurlijk afhankelijk van je inkomen hoeveel geld je kunt sparen. Je moet er niet van uitgaan dat je opeens uit het niets 10.000 euro op je spaarrekening hebt staan. Als dat kon, was dat wel mooi geweest. Maar ja, de eerste tip is: zorg voor verschillende inkomstenbronnen. Ik kan natuurlijk niet in jouw huidige situatie kijken, hoe jouw leven eruit ziet en wat voor baan je hebt. Maar ik kan wel mijn eigen situatie als voorbeeld nemen. Ik heb altijd al meerdere inkomstenbronnen gehad. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik verdien geld door middel van het maken van YouTube-video's, dus de advertenties. Ik verdien geld door middel van branddeals, dus de promotie die ik maak voor andere bedrijven. Ik maak soms ook content voor andere bedrijven, dus ik werk als freelancer voor contentcreatie. Daarnaast heb ik ook de mazzel dat ik nog student ben, dus ik heb studiefinanciering. En dit is eigenlijk nu niet meer relevant, maar ik had nog een bijbaantje bij een woonwinkel. Dus als je alles bij elkaar optelt, heb ik echt verschillende inkomstenbronnen. Dit is natuurlijk niet voor iedereen zo makkelijk weggelegd, maar hiermee wil ik er eigenlijk mee zeggen, je hoeft je niet vast te houden aan één baan. Een inkomstenbron waar je heel makkelijk aan kunt denken is bijvoorbeeld het verkopen van oude spullen. Dat betekent niet dat je hier gegarandeerd heel veel geld mee kunt verdienen, maar wie weet heb je dingen in huis liggen die je toch niet meer gaat gebruiken en nog best wel zijn waarde heeft. Verkoop die dingen dan en dan heb je toch nog een beetje extra inkomen. Meerdere inkomstenbronnen hebben heeft ook wel echt zo'n voordeel. Je bent financieel veel flexibeler. Stel, er valt een inkomstenbron weg, dan heb je nog een backup. Dus dat is in deze tijden met corona ook heel erg fijn. Want dan ben je niet afhankelijk van één bron. Het hebben van een inkomen is de basis. Nu gaan we kijken of we een overzicht kunnen creëren waar je je geld aan uitgeeft. Er zijn verschillende manieren waarmee je dit kunt doen. Er is bijvoorbeeld een methode dat heet 50-30-20. En dat houdt in dat je 50% van je inkomen apart zet voor de niets. Dus je vaste lasten bijvoorbeeld. 30% van je inkomen hou je apart voor je wants. Dus de dingen die je graag wilt. En 20% is bedoeld voor savings, dus je spaargeld, je buffer, etc. etc. Onthoud wel dat een want geen need is. Dus dingen die je echt wilt, komen niet in de categorie die je echt nodig hebt. Soms voelt het misschien zo dat je denkt, oh, ik heb echt dat shirtje nodig. Dat zijn meer wants. Tenzij je een bepaald kledingstuk nodig hebt voor werk, maar die stuk is, dan is het eerder er niet. Dus wees daar wel heel erg kritisch mee. Spreek met jezelf maandelijks af hoeveel geld je wilt sparen. Dus stel bijvoorbeeld een spaardoel op. Of maak gebruik van de methode die ik net eerder had benoemd. Stel je wilt binnen een half jaar 1000 euro bij elkaar sparen. Hoe ga je dat doen? Nou, maandelijks heb je ongeveer 170 euro nodig om apart te zetten. Maar hoe ga je aan dat geld komen? Kan je het makkelijk van je inkomen eraf halen? Of moet je extra ervoor werken? Werk je plan uit en hou je er ook aan. Misschien is de volgende tip wel de meest belangrijkste tip. Wees kritisch waar je je geld aan uitgeeft. Ga bij jezelf na of je het item wel echt nodig hebt. Brengt het toegevoegde waarde in je leven? Misschien heb je al meerdere varianten van dat item. Denk aan kledingstukken, make-up producten, noem het maar op. En laat je niet te erg verleiden door trends en advertenties. Ik vind zelf advertenties soms wel heel erg handig. Maar ik baseer mijn aankoopbeslissing niet op de advertentie zelf. Ik zie een advertentie meer als een reminder dat een bepaald product of merk bestaat. Maar ik ga niet gelijk de aankoop doen. Dus zodra ik een advertentie of iets leuks zie, dan bewaar ik het voor een ander moment. En als ik het later nog nodig heb of nog wil kopen, dan doe ik de aankoop dan pas en niet direct. 9 van de 10 keer ben ik echt heel erg kritisch over mijn aankoopbeslissingen. Ik wacht vaak minimaal 24 uur voordat ik echt de aankoop doe. Soms is het moeilijk als je ergens fysiek bent. Maar als ik online een aankoop doe, denk ik daar wel eventjes over na. De volgende tip is: shop slim om miskopen te voorkomen. En daarmee bedoel ik
Doe eerst je research voordat je iets gaat kopen. Ik koop bijvoorbeeld liever één goede mascara die misschien iets duurder is dan 10 verschillende goedkope mascara's. Want in verhouding zijn die 10 verschillende goedkope mascara's veel duurder dan één wat duurdere. Want vaak gebruik ik die goedkopere mascara maar 1 of 2 keer en dan kom ik erachter dat het toch niet echt mijn ding is. En dan belandt het in de prullenbak en dat is zonde van je geld. Dus doe je research naar bepaalde producten en koop het dan pas dan dat je gewoon maar blindelings iets aanschaft zonder meer van te weten. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor kleding. Goedkoop is niet altijd de beste optie, want heel vaak is de kwaliteit dan ook veel minder goed. En dan kun je beter investeren in iets wat meer geld kost en dan gaat het langer mee. Dus op langer termijn is dat veel efficiënter en beter voor je portemonnee. Bespaar waar je op kunt besparen. Misschien heb je bepaalde uitgaven die je maakt die je eigenlijk niet hoeven. Denk dan bijvoorbeeld aan bepaalde abonnementen. Stel je hebt een Netflix abonnement, maar je maakt er helemaal geen gebruik van. Ja, dan is dat zonde om daarvoor te betalen. Dus mocht je twijfels hebben of je het wel of niet gaat gebruiken, cancel het abonnement en als je het echt wil gebruiken dan kun je altijd een vriend of vriendin vragen of je zijn of haar account mag gebruiken. Om geld te besparen kun je ook gebruik maken van acties en kortingscodes. Alleen hier moet je wel kritisch mee zijn, want het is heel vaak heel verleidelijk als je ziet dat iets in de actie is. Dus wat heel erg handig is om te doen, sla alle kortingscodes op die je ziet, inclusief de einddatum, want ja, het is zonde als een kortingscode is verlopen en je hem niet meer kan gebruiken. Maar maak pas gebruik van die acties als je daadwerkelijk ook dat product nodig hebt of al eerder wilde kopen. Ik heb heel vaak gehad dat ik bij wijze van spreken iets op een bepaalde webshop wilde bestellen dat al op mijn wishlist had staan en vervolgens een week later een actie zag. Dan denk ik bij mezelf, hey, ik wilde het al kopen, nu is er korting. Dan koop ik het nu. Dan is het gewoon mooi meegenomen en dan bespaar je geld. Want je wilde het item toch kopen. Dus ga daar slim mee om. Iets waar je ook nog geld op kunt besparen zijn thuisbezorgservices. Zoals thuisbezorg en Uber Eats. Het is veel goedkoper om zelf je eten klaar te maken. Soms is het wel handig om iets te bestellen. Dus mocht je geld willen besparen, dan raad ik je zeker af om eten te bestellen, want dat kost je alleen maar meer geld. Weet waar je je geld aan uitgeeft. Maak een budgetplan voor bepaalde categorieën, zoals voor kleding, eten, leuke uitjes, noem het maar op. Wanneer je een overzicht creëert van je uitgaves, ben je er ook veel bewuster van. Als je maandelijks een overzicht maakt, word je ook echt geconfronteerd met de uitgaves die je hebt gedaan. Dan kun je misschien een beter plan maken waar je geld volgende maand aan wilt uitgeven. Misschien kun je wel geld besparen op eten, op kleding, noem het maar op. Misschien doe je dit al, maar maak gebruik van een spaarrekening. Dit is zo ontzettend motiverend. En gebruik je spaarrekening ook echt om te sparen en niet om gewoon geld achter de hand te hebben. Dat kan natuurlijk ook. Je kan een bufferrekening hebben en echt een spaarrekening voor de toekomst, voor een bepaald spaardoel. Het is ook heel erg verleidelijk om geld van je spaarrekening af te halen als je zeg maar geld tekort komt. Maar probeer dat te voorkomen. Wat je ook kunt doen is een fysiek spaarpotje in huis hebben. Dit hoeft niet per se een spaarpot te zijn. Dit kan ook een sok zijn of iets waar iemand niet echt makkelijk bij kan. Als je een fysiek spaarpotje gebruikt kun je allemaal kleingeld daarin sparen. Want alle kleine beetjes helpen. Misschien krijg je wel verjaardagsgeld. Dan kun je dat allemaal daarin verzamelen en dat kan je misschien ook op de bank storten als je daar behoefte aan hebt. Of je kunt met dat fysieke geld natuurlijk ook iets kopen waar je voor aan het sparen bent. Misschien heb je wel een goede maand gehad, heb je bonussen gekregen, heb je extra geld ontvangen, heb je minder uitgegeven dan dat je dacht. Zet dat geld dan apart. Het is heel verleidelijk om met je extra geld iets leuks te kopen, maar als je het niet nodig hebt, waarom zou je het dan uitgeven? Voel je dus niet verplicht om je extra geld direct uit te geven, want ik weet gewoon bijna zeker dat het later beter van pas komt. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk wat je met je geld doet. Heb geduld, sparen gebeurt niet zomaar. Het is belangrijk dat je bewust wordt van je inkomens en uitgaves en dat je verstandig met je geld omgaat.
geef het de tijd. En voordat je het weet, heb je misschien wel die 10.000 euro op je spaarrekening staan. Dit waren de tips die voor mij in ieder geval helpen met sparen. Ik hoop dat ik je ook een handje heb kunnen helpen. En mocht jij zelf nog spaartips hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. En mocht je nog specifieke vragen hebben, dan kun je ze die ook stellen. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook op Instagram volgen. En op Etsy verkoop ik ook een aantal templates die je kunnen helpen met het budgetteren en het sparen. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, dan zal ik een linkje in de beschrijving zetten. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei!